bent een trouw bezoeker op de woensdagmiddag om Jeu de Boule te spelen? Ja, dat klopt. Elke woensdagmiddag zijn we hier. En ja, het is gewoon een hartstikke leuke groep mensen. En ja, we vermaken ons prima. Hoe lang bent je al lid van OSB? Ik denk een jaar of zes al. En tevens bestuurslid. Kunt u een beetje uitleggen hoe leuk Jeu de Boule is? Eerst, je bent gewoon met elkaar bezig en het mooie is hier dat je niet met dezelfde personen speelt. En je wordt ingedeeld afhankelijk van hoe je zeg maar, je baannummer trekt. En dus de sterke kunnen tegen de zwakkere spelen, die trekken elkaar op. En het is gewoon leuk, zo leer je iedereen kennen en het is gewoon een gezellige middag en een leuk spel. We zijn hier in het Boelendroom van OSB en we spelen vandaag een competitie of een wedstrijd, een toernooi, tripletten. Dat houdt in 3-3 en we spelen vandaag 5 wedstrijden. Ik ben scheidsrechter en ik hou de zaak een beetje in de gaten dat het allemaal goed gaat en soms hebben ze mij nodig om te meten. Het is zo dat na 1 oktober dan wordt er binnen gespeeld omdat het buiten vaak te koud is. Maar meestal als we een eigen toernooi hebben, dan laten we de mensen dat zelf beslissen. Maar het is nu zo'n kleine groep dat we lekker binnen spelen. Temperatuur is hier binnen goed. Vanmorgen de kachel nog even opgestookt. En het is hier 16, 17 graden. Dat is een prima temperatuur om te spelen. Dan praten we ook nog eventjes met Henk Patis, de voorzitter van OSB. Henk, om te beginnen, kan jij even uitleggen wat de letters OSB betekenen? Ja, dat kan ik. Dat staat voor ontspanning, sociale contacten en beweging. Maar dat is nogal een lange tekst, dus overal waar wij komen vragen ze wat dat betekent. En dan zeggen wij onze stalen ballen. Dat klinkt veel stoerder. Sinds wanneer bestaan jullie? Wij bestaan sinds 18 april 2002 en we zitten hier op dit nieuwe terrein officieel sinds 18 oktober 2014. Toen hebben we de hal en het nieuwe terrein opgeleverd en dat is met een feestje gebeurd en we zitten hier nu 2 jaar. Hoeveel leden hebben jullie op dit moment? Op dit moment hebben we 80 leden met een leeftijd. De jongste is 14 en dan komt er een van 16 en dan is het... Ja, tussen de 40 en de 60, 65. Ons oudste lid is 85 jaar. Jullie ook 2 prominente jeugdleden die ook in de Nederlandse jeugdselectie zitten. Ja, dat zijn de meisjes van Rooyen, Rachel en Roby. Roby die is pas in Bratislava geweest en heeft meegedaan aan de Europese kampioenschappen voor dames. Daar zijn ze tweede geworden in hun pool. En ze gaat volgende week met de meisjes naar Monaco om daar de Europese kampioenschappen te spelen. Dus ze is erg goed en haar zusje komt eraan. Als ik zo naar jullie kijk, dan denk ik, ja, er zijn een heleboel meisjes die toch een andere sport kiezen.
Maar jullie kiezen voor Jeu de Boel. Wat is er zo leuk aan Jeu de Boel? Nou, ik vind er zo leuk aan dat heel veel mensen denken dat er heel weinig in de sport zit. Maar als je het gaat leren en alle regeltjes gaat kennen, dan weet je gewoon dat er veel meer in zit dan dat mensen denken. En Robi, heb jij er nog wat aan toe te voegen? Precies hetzelfde zo ongeveer, ja. En het is gewoon, je kan zelf kiezen, of tenminste kiezen. Je kan zelf zeggen, ik ga nu een toernooitje gooien. Want er zijn genoeg toernooien in Nederland. En je komt zoveel verschillende mensen tegen die je op een gegeven moment toch gaat leren kennen. En dan wordt het ook alleen maar leuker. En uiteindelijk blijft dat het belangrijkste. Dat je plezier hebt. Nou, jullie zijn ook erg goed, hè? Want jullie zitten beide in de Nederlandse jeugdselectie. Hoe is dat gegaan, Robi? Ik ben nu denk ik sinds 5 jaar aan het Jeu de Boel. En op een gegeven moment zeiden ze van joh, ga een keer naar de intake in Nieuwegein. En dan kun je misschien kijken hoe dat gaat en of je in de selectie komt. En sindsdien ben ik in de selectie gekomen. En ja, dan ga je op een gegeven moment kom je steeds verder en qua leeftijd kom je ook hoger. En op een gegeven moment ga je naar de junioren als je door blijft gaan natuurlijk. En dan kan je steeds verder komen. En het wordt ook steeds leuk, want je gaat steeds meer dingen doen. En dat is het leuke. Was het ook niet een beetje schrikken toen je dus in de Nederlandse selectie kwam? Want, oh jee, het wordt serieus. Ja, zeker. Ik had het ook echt niet verwacht of zo. Want ik begon net eigenlijk. En het was gewoon ja voor de fun. En verder ja niet. En toen op een gegeven moment dan krijg je gewoon te horen, je zit erbij. En dan in het begin valt het allemaal nog wel mee. En dan is het gewoon trainen. En af en toe een toernooitje gooien. Maar ja, dat wordt steeds veel meer en steeds vaker. En op een gegeven moment ga je dan naar België en Frankrijk om toernooitjes te gooien. Dus het is alleen maar leuk. En zeker dat er zoveel jeugd zit. Dat, en dat gaat gewoon allemaal meewerken. En het wordt steeds leuker. Wat doen jullie nou beter dan de gemiddelde Jeu de Boel speler? Kan jij dat vertellen, Rachel? Nou, ik denk niet dat het gaat dat je er beter in bent. Alleen omdat je er heel veel plezier in maakt. En je leert heel veel dingen van mensen die het al veel langer doen dan jij. En ik denk dat het daar vooral om gaat. Als je in de Nederlandse selectie zit, zou je waarschijnlijk ook meer gaan trainen. Hoe ziet dat er bij jullie uit, Robi? Nou ja, ik ben nu veranderd van school omdat ik naar het mbo ben gegaan. En hiervoor heb ik ontzettend veel kunnen trainen. En is het op zich ook best nodig. Want je moet het bijhouden, maar je moet wel de tijd ervoor hebben. En ik merk nu ik naar een andere school ben en veel langere tijden heb, wordt het trainen gewoon minder. Maar dan moet je het vooral hebben van de toernooien die je gooit uiteindelijk. Jeu de Boel, sport of spel of beide? Beide. Tot een paar jaar geleden was het zelfs een NOC-NSF, maar dat hebben ze er weer afgehaald. Maar het is echt een sport. Het is echt een sport. Ik raad de mensen aan die dit zien, kom eens kijken en kom eens naar een toernooi kijken. Dan zie je dus echt dat het sport is. Het is niet zomaar een campingsport, heel gezellig, van caravan naar caravan en dan onderweg een wijntje pakken. Nee, het is echt sport. Een van de deelnemers hier bij OSB Bodegraven. Wie ben je eigenlijk? Ik ben Menno van Drunen-Littel. Ik kom uit Haarlem. Ik speel ook bij PUC Haarlem. En ja, ik boel ondertussen al 10 jaar ongeveer. Hoe vind je het spelen bij OSB hier in Bodegraven? Ja, erg leuk. Ze hebben natuurlijk een schitterende nieuwe accommodatie. En het veld is ook erg interessant. Je hebt natuurlijk grof en je hebt ook wat gladder veld. Dus erg mooi opgezet allemaal. Ik heb vernomen dat jij de zusjes van Rooyen ook goed kent. Ja, dat klopt. Ik speel regelmatig met Robi van Rooyen. En het is altijd erg gezellig en natuurlijk talent eerste klas. Niet voor niets dat ze onder andere al bij de vrouwen EK heeft mogen deelnemen. En natuurlijk ook met de jeugd mee mag gaan. Ja, is erg knap. Hoe sta je er op dit moment voor? Nu nog niet zo best. Maar de eerste wedstrijd verloren vandaag. Maar ik speel eigenlijk op dit moment alleen eigenlijk voor de gezelligheid. Dus je traint wat minder. Maar ik heb het wel nog steeds heel erg naar mijn zin. Dus